Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me kennen, ik ben Sarah Verwoerd. Zoals wellicht aan de titel heb gezien, heb ik vandaag een shoplog. Ja, het is eigenlijk een beetje een andere shoplog als normaal. Ik heb nu namelijk echt een soort mijn favoriete item van het moment besteld. En hier ga ik complete outfitjes van maken om jullie wat inspiratie te geven. Hoe je de items moet stylen. Ik dacht misschien even een keer leuk, nog een shoplog. Ik heb dit in samenwerking met Naked. Naked is echt een van mijn favoriete webshops waar je op kan shoppen. Ze hebben echt bizar veel nieuwe dingen. Echt waarvan ik nooit had verwacht dat Naked het zou droppen of zo. Ik heb echt heel veel kleuren, dus ik heb ook echt met super veel kleuren gewerkt. Dus ik ben helemaal excited, want ik ben later helemaal into de kleur. I don't know what it is. Maar je ziet het ook echt overal, dus ja, I like it. Ik heb al wat kleine sneak peeks gegeven op de story. En toen kreeg ik al super veel vragen van, oh my god, waar heb je dit van en dit van en dit van? All Naked. En verder is het heel leuk, want Naked bestaat 6 jaar, dus ze hebben een anniversary. Dus ik mag jullie ook korting geven, 30% met de kortingscode SAVERWOERD30 op alles. En 30% is echt wel veel eigenlijk. Dat krijg je niet snel. Dus alles staat sowieso in de beschrijving, alles wat je nodig hebt. Maar het is echt een soort dood. Maar whatever. Dit vest, als ik er vragen van krijg, die is van Chiquel. Ik heb heel veel outfits ook gewoon al aangehad. Omdat ik gewoon niet kon wachten met dragen ervan. En ik heb ook zoveel gave foto's ermee gemaakt. Ik ga sowieso vanavond een van deze outfits aandoen. Het is zaterdag. En alles mag weer open tot 1. Dus als jullie dit zien, ben ik al geweest. Oké, voor de eerste outfit ben ik eigenlijk gewoon begonnen met iets heel basics. En dat is dit topje. Deze is van Shein, maar zo'n topje kun je letterlijk overal kopen. En dan heb ik deze beige pantalon. Deze is eigenlijk veel te groot, maar ik heb hem strakker gemaakt met een riem. En deze riem is ook van Shein. En een pantalon is van Chiquel. Dit soort outfitjes hebben ze ook echt overal op Naked, maar ja, ik heb nu voor deze baas van deze outfit even gewoon deze items gepakt. Ja, dit is eigenlijk leuk, maar super saai. En wat ik echt amazing vind om hier aan toe te voegen is wat kleur. En daarvoor heb ik deze geweldige blazer. Deze blazer heb ik al in store gezet en ik kreeg zoveel vragen van jullie. Ja, I love it. Met het tasje erbij. De blazer en het tas zijn allebei van Naked. Let me show you. Zwarte details. De stof voelt heel fijn aan. Dit is maat 36. Want het is echt een oversized blazer. Ik krijg dus ook nog roze sneakers van Steve Madden. Dus ik hoop dat die snel binnenkomen. En dan kan je dat super cool combineren. De jas zit echt lekker oversized. I really like it. Ik vind dat echt heerlijk. Gewoon lekker nonchalant oversized. En stel je voor dat je hier roze sneakers bij kan dragen. Ja, dit is echt gewoon een outfit wat lekker casual overdag. Naar werk, naar stage, naar school. Een beetje leuk afmaken met een veel roze tasje. Dat ja, breekt het toch wel weer een beetje of zo. Ik vind dat echt top. Ja, het tasje is echt de perfecte grootte. Gewoon echt alles kan erin. Een telefoon, een portemonnee, zelfs een vlogcamera kan erin. En ze hadden deze tasjes ook in verschillende kleuren. En deze blazer hadden ze ook in heel veel verschillende kleuren. Dus ja, ik heb nu voor roze gekozen. Maar ik ben zeker van plan om deze blazer nog een keer te bestellen. Gewoon in het oranje of zo. Hoe vet. Of in het groen of in het blauw. Dus ja, ik ben zelf 1,70. Ik raad wel aan om echt maat 36 te nemen. Want anders wordt hij echt heel groot. Tenzij je dat natuurlijk wil. Want ik vind dit eigenlijk al best wel een soort oversized. Maar ja, ik vind het wel echt top. En ja, om het eigenlijk gewoon wat feestelijker te maken, zou je bijvoorbeeld roze hakken kunnen toevoegen. Ik heb deze hakken bijvoorbeeld. En deze zijn van Shein, maar ja, je had ook heel veel leuke roze hakken op Naked. En dit is net een ander kleurtje, maar dat vind ik juist wel leuk. En dan heb je allemaal leuke details. Heb ik deze ontzettend gave sneakers van Naked. Deze hebben dus beige tinten, dus deze passen er ook echt perfect bij. Ik heb er al op gelopen, dus ze zijn al een beetje vies geworden. Maar ze lopen echt super lekker. Ik kan er echt lekker lang op lopen. Het zijn echt van die chunky sneakers. Ik vind het echt top. Ik heb deze ook, maar dan in het beetje met zwart. Deze zijn ook van Naked. Het zijn echt ook een van mijn favoriete sneakers. Maar deze zijn lekker nog lekker schoon. En deze hebben beige tinten, dus deze zijn wat zachter. En ik vind die zool echt heel cool. Ja, sorry, let er niet op dat ze een beetje vies zijn. Kijk hoe leuk dit staat. I love it.
top. Gewoon, ja, het past er echt perfect onder. Dus ja, dit is eigenlijk het eerste outfitje. Oké, dan gaan we naar een van mijn favoriete uitgaansoutfit. En deze ga ik sowieso vanavond aandoen. Bij deze gaan we een beetje naar de paarse tinten. Ja jongens, bijna elke kleur komt voor. Ik vind het echt geweldig. Dus ik ga het eventjes aandoen. Oké, dit is het volgende outfitje. Ja, dit is gewoon echt mijn favoriet. Echt, I can't gewoon. Deze top is toch alles wat je wil. Gewoon even serieus. Ik heb hem nu dit onder. Dit is gewoon een ding van een bikini. Maar ik ga vanmiddag even tapeplakken halen. Want ik wil ze vanavond aan. En ik ben bang als ik ga dansen. Zo dat die dingen eronder uitvallen. Maar het kan. Het kan. Maar echt als je uitgaat wil ik toch wel even iets op mijn boobie. Dat ik ja, weet dat het veilig zit. Ik heb dit tasje erbij gecombineerd. Deze is van Shein. Deze top is dus van Naked. Broek is van Naked. Hetzelfde riem. En ik heb deze amazing hakken. Doorzichtig zijn. Van Shein er ook bij gecombineerd. Ik vind het echt perfect. Ik twijfel nog een beetje of ik dit vanavond aan ga doen. Ik zou die hakken denk ik eerder aan doen als ik echt zou gaan uit eten of zo. Maar op zich lopen ze wel heel lekker. En de broek is een beetje low rise. Wat ik wel leuk vind. En de broek heb ik in maat 38. Een beetje aan de grote kant. Hij moet echt een riem hebben. Maar 36 was weer te klein geweest voor mijn villa. Dus op zich is het wel gewoon prima. Maar ja, ik vind die mouwen echt zo leuk. Ik ga vanavond het tasje er sowieso bij doen. Ik weet zeker dat ik dit tasje kwijt ga raken, maar maakt niet uit. Dus ja, echt hoe amazing. Kijk, dit zijn dus ook twee verschillende kleuren paars. Maar dat vind ik dan dus juist heel erg leuk om te combineren. Nee, op zich kan het wel. Ik zou hem dan niet zo dragen, want dat maakt het echt lelijk. Kijk, zie je, die pets komen heel de tijd onderuit. Het kan echt niet zo vanavond. Maar gewoon zo om, dat kan wel. Dus dat is wel leuk. Dus dat ga ik vanavond ook wel doen. Anders gaat het helemaal fout. Oké, ik denk dat... Ja, dit is wel echt mijn favoriete outfit. Maar door voor de volgende outfit gaan we weer een beetje terug naar de nude tinten. Dit vind ik nog steeds echt super mooi blijven. Het is echt... Die top is echt... Oké, dit is de volgende outfit. Deze is gewoon helemaal nude. En ja, dit kan, zou ik eerder naar een soort iets leukere gelegenheid doen. Dus bijvoorbeeld uit eten of lunchen. Ik zit niet zo heel snel echt zo naar werk dragen. Deze broek wel, die vind ik echt heel leuk. Kijk hoe leuk met van die uitgesneden details. Ik weet niet, ik vind dat echt heel leuk. Er zat hier een hele leuke blazer bij, maar die was helaas uitverkocht. Ik heb de broek in maat 38. Ik heb weer de leuke chunky sneakers erbij. Ja, dat past natuurlijk helemaal bij de kleuren. Je moet wel goed oppassen dat je string niet ziet, want ja, dat is natuurlijk awkward. En ja, de top, die is echt amazing. Kijk hoe leuk. Ik heb dus er zo'n pet eronder. Dat is echt perfect. Alleen vind ik hem wel een beetje aan de wijde kant. Maar hij hangt een beetje. Ik zou het chiller vinden als hij gewoon zo wat strakker had gezeten. Volgens mij heb ik maat 36. Dus hij valt best wel groot. Een beetje wijd, maar in principe ja, kan het wel gewoon. Hij zit wel gewoon stabiel, dus dat is top. En daarbij heb ik deze hele leuke zonnebril. Kijk hoe leuk. Deze zonnebril is hier echt super veel. En het past helemaal bij de kleuren. Dus ja, dit vind ik ook echt een leuk outfitje. Ik heb bijvoorbeeld deze blazer van Naked. Die zou je er nog overheen kunnen gooien. Zo, het is... Net wat kouder. Maak het ook wel weer een shirt leuk af. Om gewoon even wat lichter kleurtje bij toe te voegen. Komt toch terug in de schoenen. Dus dat vind ik wel leuk. Ik zou in principe ook nog een riem omheen kunnen doen. Maar vond ik zelf niet zo heel erg mooi. Maar ja, zo je wilt een jasje eroverheen. Ook heel erg leuk. Ik had het leuker gevonden als het echt in dezelfde kleur was als de broek. Maar op zich maakt dat wit het ook wel leuk. Dat breekt het gewoon een beetje. Ik hoop echt dat jullie ja, het leuk vinden. Een beetje in zo'n maniertje om het gewoon echt, ja, echt als outfitje te laten zien. Dat je in plaats van dat je ook curls items hebt. Echt alles wat ik nu aan heb is naked. Dus ik heb de schoenen trouwens in maat 39. Deze jas is in maat, let me check, 38. Broek is maat 38 en topje is maat 36. En voor de duidelijkheid nog, ik ben 1,70. Daarnaast heb ik dit outfitje nu natuurlijk een beetje casual gesteld. Maar je kan deze ook heel chic maken door bijvoorbeeld
deze superleuke hakken van Naked toe te voegen. Dit zijn echt een van mijn favoriete hakken. Dit zijn wel echt uit eet hakken. Ja, maar dan wordt het echt een uit eet. Luxe restaurant uit eet outfitje. Zijn echt mooi, maar ik kan er niet heel lekker lang op lopen of zo. Maar dit past er natuurlijk ook helemaal perfect bij. En ja, die top is wel echt wat chiquer. En die broek ook. Dus dit is wel echt een leuke combi, zeg maar, om het gewoon wat chiquer te maken. En met zo'n chunky sneaker wordt het snel wat een alledaagse look, zeg maar. En dan gaan we eigenlijk alweer door naar de laatste outfit. Dit is een kleurtje die ik ook echt top vind de laatste tijd. Ik had hem in het begin van de video al aan. Dus dit is echt een chill outfit, maar wat... Ja, het is echt chill, maar je kan het ook zeg maar wat leuker maken. Dus dat vind ik altijd heel erg leuk, dat je het echt op twee manieren kan stylen. Oké, dit is het laatste outfitje met de kleur groen. Deze top is van Chiquelle. Deze heb ik er voorbij gepakt omdat ik deze gewoon heel leuk vond. Hij is gewoon lekker nonchi. Ik heb er geen BH onder nu, want hij is hier van de zijkant zeg maar een beetje open. Dan deze broek van Naked. Dit is maat 36, maar heb ik niet broek maat 36. En hij is nog steeds super groot. Hij valt echt groot over mijn schoenen heen, maar dat vind ik juist wel leuk. Hij is echt een beetje wijd. Dan dit leuke groene tasje van de Zara, wou ik zeggen. Maar deze heb ik ook bij de Zara, maar van Shein gewoon. Maar precies hetzelfde. Net is andere kleur groen, maar ik vind dat het juist wel kan. En ja, dan de chunky sneakers er weer bij. Die past echt letterlijk overal bij. I don't know what it is. Maar ja, dit is het laatste outfitje. Dit kan je gewoon lekker casual dragen. Alledaags outfitje gewoon. Maar je kan hem ook chill maken door een jongensbroek, een groene trui erop te doen. En je bent een kikker. Een alien. Nee, maar je zou hier letterlijk elke trui kunnen doen. En ook gewoon in chillen thuis. Maar als het zo'n kleur, ja, joggingbroek is, kan het toch wel een soort van, ja, leuk maken. Vooral door gewoon lekker een leuk topje erop, een leuk tasje erbij. Kan je het echt wel als een outfitje stylen. Dus dat vind ik altijd heel erg leuk. En het zit lekker. Het zit fucking lekker, jongens. Dat is toch echt je leven. Oh, ik vind het zo chill. Ik kan ook echt niet wachten tot het lekkerder weer is en ik gewoon dit soort outfitjes ook kan dragen. Want dit is nu gewoon te koud. Dus ik kan niet wachten op de lente. En ik vind de lente en zomer veel leuker om te kleden. Dus ja, wat hebben jullie? Ik vind echt in de zomer veel makkelijker en in de winter vind ik kut. Dan heb ik het alleen maar koud en ik wil gewoon een dikke trui aan en that's it. Maar goed, dit is het laatste outfitje eigenlijk alweer. Oké, dit was alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is een wat andere vlog als normaal. Maar ik vind het eigenlijk veel leuker. Ik vind het voor mezelf ook veel leuker. Want nu weet ik meteen ja, waar ik het item bij moet dragen. Heel vaak heb je gewoon leuke losse items. Maar het is soms gewoon heel lastig te combineren. En door in outfits te shoppen, ik weet niet. Ga je het toch sneller aan doen of zo? Ik weet niet. Ik ben ook echt nog nooit zo blij geweest in mijn kleding of zo. Ik ben er echt zo blij mee. Dus ja, ik vind dat ze ook echt zoveel leuke dingen had. Ik heb voor 500 euro geshopt. En ik had nog gewoon nog steeds van, oh my god, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. Ik ben iets vergeten. Ik ben iets vergeten. My new bag. Deze had ik dus ook in mijn story staan. En ik kreeg heel veel vragen naar. En dat is deze tas. En deze is dus van Naked. Hij is echt lekker huge. Dus je kan er echt van alles in doen. Je laptop, je spullen, whatever. Deze, ja, ik vind deze stof echt heel leuk. De vorm ook. Dus ja, lekker nieuwe tas. Gewoon je schooltas of werktas. Helemaal vergeten, maar die had ik ook nog. Deze staat hier ook echt leuk bij. Ook lekkere tas voor in de zomer of zo. Ja, heel leuk. Maar goed, die had ik ook nog. Ja, ik vond het echt heel leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Let me know, want dan ga ik het vaak op deze manier doen. Wil je nou iets bestellen? Vergeet dan zeker niet mijn kortingscode SARAHVOERT30 te gebruiken. Nu dus 30% korting. Het is een week geldig. En ja, vond je de video nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook mij niet te supporten door op mijn YouTube kanaal te abonneren. Zet die notificatiebel aan. Dan blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Hoef je nooit meer iets te missen. En support je mij. Love naar jullie. En wil je nou nog meer van me zien? Volg me dan op de gram. Dat is @SARAHVOERT. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!